Een aantal Nederlanders dat na hun 67ste afhankelijk is van alleen AOW dreigt weer op te lopen. We hebben de naam als Nederlanders een fantastisch pensioenstelsel te hebben. Bij ons geen zorgen over de oude dag. Maar uit onderzoek van BlackRock blijkt dat minder mensen pensioen opbouwen dan voorheen. Ja, we houden er niet van, nadenken over onze oude dag. En hoe jonger de Nederlander is, des te minder zegt hij te weten over hoe zijn inkomen er later uitziet. Slechts 17% van de Nederlanders gaat ervan uit dat het wel goed komt. Maar we gedragen ons een beetje als op een zomerdag. Er is onweer op komst en we hopen dat het overwaait. 52% van de Nederlanders doet niets aan pensioenopbouw bovenop de AOW. En dat is meer dan in 2015, toen 43% van de Nederlanders niks extra spaarde. Nou, op zich is dat gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt niet zo gek. Meer en meer Nederlanders werken voor zichzelf. Er zijn natuurlijk groepen die sowieso geen pensioen opbouwen. Werklozen bijvoorbeeld, gescheiden vrouwen die niet werken. ZZP'ers, ze beginnen vol goede moed aan een eigen bedrijf, vallen uit het collectieve pensioen of zijn er überhaupt nooit aan begonnen. En die pensioenopbouw die duwen ze voor zich uit. En bij de kleine MKB'ers tekent zich iets nieuws af. Het personeel krijgt daar steeds vaker te maken met pensioenvrijheid. Zoek het zelf maar uit. Nederlanders sparen wel. 80% van de vermogensopbouw van de Nederlanders staat op een spaarrekening. En als je dat vergelijkt met de rest van Europa, dan ligt dat gemiddelde daar op zo'n 68%. En dat we al jaren nauwelijks nog rente krijgen, 0,15% als je geluk hebt, daar doen we niks mee. De impact van rente op rente kan groot zijn. Dus om een idee te geven, van elke 10.000 euro, als deze situatie door blijft gaan, daar hou je 8.000 euro van over 10 jaar. Je kunt natuurlijk meer gaan sparen in de hoop dat je de inflatie bijhoudt. Je kunt een pensioenproduct aanschaffen of je kunt gaan beleggen. Alhoewel, over beleggen zegt 74% van de ondervraagden dat ze dat niet zien zitten, want we weten er te weinig vanaf. Slechts 15% van de ondervraagden in Nederland geeft aan dat ze verstand hebben van beleggen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een combinatie van de drie. Er zijn mogelijkheden. Maar omdat we ergens het idee hebben dat het wel goed komt, komen we niet in actie. Dat is opmerkelijk. We hebben in Nederland vanwege dat geweldige pensioenstelsel zoiets als mijnpensioenoverzicht.nl. Iedereen kan daar zien hoe de financiële toekomst eruit ziet. Het geeft nuttige informatie, maar het geeft alleen een beeld van je opgebouwde pensioen. Het geeft niet een volledig beeld. Bijvoorbeeld, het neemt niet mee wat je zelf al hebt georganiseerd. En wat we terugkrijgen van consumenten is, ze zouden meer educatie daarover willen. Dat is één. En twee, wat we heel erg prettig vinden, is dat ze gemakkelijk toegankelijke tools, het liefst online, zouden krijgen. Om snel inzicht te kunnen krijgen in de acties die ze moeten ondernemen. Het is in ieders belang dat jonge mensen zonder vast dienstverband gewezen worden op de mogelijkheden van pensioenopbouw. Nu is het aantal mensen in ons land dat alleen AOW heeft heel laag, 39.000. Dit zijn cijfers van het CBS uit 2012. Maar bijna 500.000 mensen hebben nu al een extraatje, zo'n 500 euro per maand aanvullend pensioen. En 500.000 mensen die hebben zelfs meer dan 500 euro bovenop de AOW elke maand. En dat dreigt nu dus te veranderen. En als die trend die zich nu aftekent doorzet, dan is over 30 jaar 50% van de Nederlanders afhankelijk van alleen AOW. En dat gaat de hele economie merken.